De bekerfinale is nog ver weg, maar NEC-fanaat Bas Bakhuis is er al over uit. NEC verloor hiervoor 4 finales, maar dit jaar zal het volgens hem lukken om te winnen. Daar is hij zo zeker van dat hij de winst vandaag alvast op zijn lichaam liet vereeuwigen. Bakhuis gaat een 25 centimeter grote Romein met de KNVB-beker op zijn schouderblad laten zetten. Bij de laatste 2 verloren finales was hij zelf ook aanwezig. In 94 ben ik geweest, 2000. Ja, mooie herinneringen, alleen jammer dat ze verloren hebben. Maar wat ik zeg, 3 keer een scheepsrecht, dus deze keer moeten ze hem gewoon pakken. En met de offer aan de goden nou, dan moet het helemaal goed komen. Vol optimisme en vertrouwen hoopt hij op 21 april wederom in de Kuip te zitten. Ik ga er zeker zelf heen, als ik het kaartje tenminste krijg. Maar daar ga ik wel vanuit. Maar anders moet NEC dat maar regelen. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in, ja. Goeie spelers, goede supporters. En het wordt gewoon een keer tijd. Ja, NEC is gewoon de mooiste club van Nederland. En dan mag je spelen in een van de mooiste stadions van Nederland. En het moet gewoon een mooie dag worden. We moeten hem nou eindelijk een keertje pakken. En 83 jaar geleden hebben we ook de beker gepakt. Maar dat was een zilveren beker. En dat was ook in Rotterdam. Dus het is nou wel tijd dat we hem nou gewoon een keertje pakken. Hij wil absoluut niet nadenken over een verliespartij in de finale. En vanwege ondermaatse prestaties in Arnhem en Amsterdam is een ideaal scenario voor Bakhuis dichtbij. Ja, maar dan zie je beren op straat, hè. Die gaan we niet verliezen. Dat zei ik net al. We gaan boven Ajax eindigen, Vitesse vliegt eruit en wij pakken de beker. Dat is gewoon hoe het gaat gebeuren ook. Ja, nou gaat Nijmegen een keertje winnen. Ja. Ben je benieuwd naar de tatoeage van Bas? Hou dan vanavond onze sociale media in de gaten.